Het gebrek aan opvangplaatsen in de gehandicaptenzorg is schrijnend. Jaarlijks gebeuren er tientallen gezinsdrama's omdat ouders niet meer weten waar naartoe met hun gehandicapte kind. Een noodkreet waar dringend naar geluisterd moet worden. Bij mij aan tafel Mark en Anita, twee ouders van elk een kind dat extra zorg vraagt. Welkom allebei. Mark, jij hebt een dochter met een verstandelijke beperking. Hè? Ja, dat klopt. Hoe oud is ze en wat is haar beperking dan? Zij is 30 jaar geworden dit jaar. We hebben dat gevierd. En sinds haar 2 jaar hebben we gemerkt dat zij later is en dat ze eigenlijk gewoon een mentale achterstand heeft, waardoor ze een volwassen lichaam heeft van 30 jaar, maar een mentale leeftijd van een kind van 4 jaar. Ja, dus eigenlijk ben je daar dan constant mee bezig, alsof het een kind van 4 jaar is. Eigenlijk wel. Dat wil zeggen, graag naar Kabouterplop kijken en zo. Dat is klassieke programma's die kinderen graag zien voor een volwassen vrouw. Ja. En Anita, jij hebt ook een dochter. Ja, ja, een dochter. En zij is ook verstandelijk beperkt of heeft zij een andere beperking? Zij heeft het syndroom van Down, dus dat is eigenlijk ook een verstandelijke beperking. En een leeftijd van haar, verstandelijke leeftijd, is ook 4 à 5 jaar. Ja, dus een beetje vergelijkend. Ja. Hè? Nu, Mark, ik kan me voorstellen, de zorg voor zo'n kind is enorm groot. En je moet daar opvang voor vinden, want zij kunnen niet naar een reguliere school, denk ik. Hè? Nee, dus enerzijds is er het onderwijs. Ja. En normaal gezien gaan kinderen naar het onderwijs, naar een gewone school. Wij hebben die overstap moeten maken na 1 jaar dat de juffrouw zei, sorry, maar dat gaat echt niet. Ik denk ook niet dat het voor het kind goed is, ik kan er te weinig aandacht aan besteden. Dat was voor ons een slag. We zijn dan gegaan naar een buitengewoon onderwijs. Dat was een gebouw dat wij niet kenden, een wereld die wij niet kenden. En 25 jaar geleden hebben we daar onze eerste stappen gezet en leren aanvaarden dat er buiten dat school nog extra zorgen nodig waren. Dus ook opvang tussen de middag, begeleiding bij eten. Ja. Andere kinderen kunnen een boterhammetjes opeten als ze jaren 5, 6 zijn. Dat lukte bij haar niet op haar leeftijd. Dus zij heeft eigenlijk stapsgewijze meer en meer zorgen gekregen. Zaken moeten leren die andere mensen in het gewone leven thuis leren, heeft zij op school moeten leren. Ja. En jouw dochter, Anita, die is wel de hele tijd naar school gegaan. Of is dat een speciale school geweest? Nee, zij is ook vanaf de leeftijd van 2,5 jaar naar het buitengewoon onderwijs gegaan. Ja. En dadelijk op semi-internaat, zoals men dat noemt. En dat wil dus zeggen dat ze 's middags opvang erbij krijgen. Dat er wordt geleerd van hoe eten wij alles op. En dan na de school ook terug opvang. Dan worden er nog wat sociale vaardigheden bijgebracht. En dan kwam die gewoon naar huis. Ja, dus ook zij is gedurende de dag constant begeleid om de dingen te doen die een mens met een gewone verstandelijkheid wel kan. Ja. Ja. Dus die kinderen moeten intens opgevangen worden. Tot welke leeftijd kan dat eigenlijk? School stopt in theorie op 18 à 21 jaar. Dat kan nog wat verlengd worden. Vroeger stopte opvang in een semi-internaat, of mijn dochter is vanaf haar 9 jaar naar een internaat gegaan, stopte op 21. Daar kon soms een uitzondering op komen, maar in de praktijk zijn er veel mensen die op 21 jaar de voorziening, semi-internaat of internaat, moeten verlaten. Oei. En dan eigenlijk terug naar huis moeten komen. Ja, maar wat gebeurt daar dan mee? Dat is de grote schrik van veel ouders. En kijk, vroeger maakten mensen zich daar zorgen over vanaf het moment dat hun kind 20 jaar was of 19 jaar. Maar nu, vanaf dag 1, sommige mensen al bij wijze van spreken, vanaf het moment dat ze weten dat hun kind een handicap heeft, maken ze zich al zorgen over de latere leeftijd. En eigenlijk is dat spijtig, omdat je concentreert op de problemen die gaan komen, in plaats van toch, het is beperkt, ons leven is anders geweest dan dat wij wouden. Maar het is, sommige momenten waren eigenlijk wel best leuk met ons kind. Ja, ja, maar die worden op den duur overspoeld door de negatieve gedachten aan de toekomst. Ja. Ja, en dan maakt u zorgen. Dan moet ik zeggen, gaat je als ouders ook gemakkelijk in een depressie komen en frustratie oplopen, omdat je daar zorgen over maakt. Ja. Nu, jouw dochter, hoe oud is ze? Ze is dit jaar in april 21 geworden. 21. Spijtig genoeg. Ja. Dus inderdaad, die opvang, daar valt een stuk van weg. En heeft ze nu opvang op dit moment? Els gaat dus nog gewoon naar school. Ja. Totdat ze een jaar verlengd. En dan moet per jaar verlengd worden. En normaal gezien, vanaf 1 september zaten we dus zonder opvang. Want ze is dan ook de laatste jaren altijd op internaat geweest. Ja. En nu gebruik ik alles wat er bestaat van korte opvang, logeeropvang, al die systemen die er bestaan, die gebruik ik nu. En nu kan ik dus van woensdagavond tot vrijdagavond gaat zij gewoon terug naar de instelling. Ja. Maar als mijn dagen opgebruikt zijn, is het gedaan. Dus maandag, dinsdag, woensdag
moet ik dus zelf voor alles terugzorgen, ja, eigenlijk. Ja, maar... Plus het sociale. Vooral bij haar is het sociale leven dat wegvalt. Ja. Ze is gewoon op internaat. Ze komt samen uit de klas. Alle vrienden zitten daar. Ja, vrienden, ja, vriendinnen. Ze kon daar nog mee bezig zijn. Ze gingen zwemmen. Ze gingen naar het springkasteel, naar de kinderboerderij. Ja, dingen die 4- à 5-jarigen normaal gezien allemaal doen. Ja. Maar nu komt ze 's avonds thuis. En is er niks meer. En is er niks meer. Nee, daar moet jij niks. Uiteindelijk voor gaan nu zorgen. Maar dat is... ja. Ja. Dus nu ben ik terug verenigingen gaan zoeken. Nu gaan we dansen. Gaan we naar een zwemclub. Maar oh, dat is toch heel dus intensief. Op leeftijd, ja, ik ben ook niet meer van de jongste, maar op onze leeftijd komt er dan nu weer terug, ja, allemaal bij. Ja. En dat wordt zwaar. Ja. Mark, jullie hebben wel een permanente opvang voor jullie dochter. We hebben een chance gehad, inderdaad, heel eerlijk gezegd, dat er iemand stierf in de leefgroep die voor haar best geschikt was. Dus zij is kunnen doorschuiven. Hè. Ja. Het geluk van de ene is het ongeluk voor de andere natuurlijk. Anderzijds, wat Anita met haar dochter nu meemaakt, is iets wat we vaker merken, dat er zo wel wat flexibiliteit is, dat men probeert om stukjes te doen dat mensen die volledig met lege handen staan, dat is goed. Ja. Maar wij zitten nu op een leeftijd waar dat we moeten zorgen voor onze ouders, voor onze schoonouders, waar dat we eigenlijk ook nog een beetje zelf voor ons eigen zouden willen leven, want we moeten toch werken tot, ja, ons 65. Inderdaad. En ondertussen moeten we ook terug opvang bieden aan onze kinderen die, ja, eigenlijk in een andere leefwereld leven. Maar hoe komt het eigenlijk dat Anne wel een plaats heeft en Els niet? De situatie wordt dramatischer en dramatischer met de jaren. Met de jaren. Ja. Voor vele mensen. Voor vele mensen. Dus, ja, door het gebrek aan plaatsen heeft de overheid een heel ingewikkeld systeem gemaakt met commissies die moeten oordelen. En in de praktijk wil dat zeggen dat iemand die nog 2 gezonde ouders heeft, of dat die nu werken of niet... Die moeten er dan maar voor die zorgen. Die moeten er maar zelf, ja, voor zorgen. Ja. Dat is, gelukkig heeft jouw dochter een opvangplaats. Absoluut, ja. En we gingen eens kijken in het begeleidingscentrum Sint-Elisabeth in Peer. Hoe lang zit je al op deze school? Als je klein was. Ben jij hier graag? Ja, of ze zorgen goed voor mij. Dat is zo groot, dat kunt u dat zo hard. Zo de grote choco, ja. Ben je thuis, Anne? Hoe dat? Anne is hier gestart als kleuter, dus je ziet een hele grote evolutie op gebied van zelfredzaamheid, sociale contacten, hobby's enzovoort. Moet Kelly lekker verjaardag mogen? Kelly, ja, mogen. Kelly van haar helft. Heb je hier veel vriendjes? Heel veel vriendinnen ook. Hè. Dus doen jullie soms samen leuke dingen? Ja, ja, maar veel spelletjes spelen. Hè. Ik denk dat Anne hier gaat blijven zolang het mogelijk is. Ja. Moet jij dan binnenkort ook weer weg? Nee. Waarom niet? Is het fijn hier? Hoe zou je je voelen moest je hier moeten weggaan? Spijtig moet je weg, je moet gaan een beetje wenen. Denk je niet dat ergens anders ook leuk zal zijn? Is beter, hè? Het is fijn voor de ouders dat Anne hier door de week verblijft. Zo kunnen de ouders door de week hun eigen ding blijven doen en samen in het weekend met Anne fijne dingen doen. Anne is hier door de week ook heel graag, kan ze ook haar eigen ding doen en ze kijkt er super naar uit om het weekend naar huis te gaan. Ze ziet er wel heel gelukkig uit, hè? Ja, ja, dus ze zorgen, absoluut, daar goed voor haar en jullie ook. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat er zo'n tekort is aan opvangplaatsen, weet je dat? Goh, ja, eigenlijk, ik denk dat onze maatschappij niet meer de maatschappij is van 20 jaar geleden. Waar, ja, dat eigenlijk er soms één ouder, waar dat er soms één ouder ging werken, de andere thuis, ja, was. Ja. Waar ook een groot sociaal netwerk was van veel broers en zussen. We merken dat er nood aan uithuisplaatsing toeneemt. De jacht in onze maatschappij, ja, neemt toe. We moeten met 2 werken. Ouders leven langer. We moeten inderdaad meer opvang hebben. En uiteraard leven de mensen ook langer, maar dat is niet de enige reden. Dus ik denk gewoon, de overheid zou daar toch wel echt meer opvang moeten voorzien, ja, ja, voor deze mensen. Want ik vind dat mijn dochter, net zoals andere mensen, het recht heeft om gelukkig te kunnen zijn. Absoluut. Wij kunnen haar dat niet bieden. Wij doen het best wat wij kunnen. Maar, ja, ik denk dat wij aan de maatschappij meer bijdragen als maatschappij, om dan ook wel te zorgen, ja, dat er opvang is voor deze mensen. Nu Anita, ondertussen, jouw dochter, moet jij er nog veel meer voor zorgen dan je ooit gedaan hebt. Je leest heel vaak over gezinsdrama's, mensen die het echt niet meer aankunnen en dan gebeuren er echt zware drama's en ongelukken. Hoe belastend is dit nu voor jou geworden? Redelijk belastend, want ja, we waren gewoon van ons sociaal leven speelde zich volledig af in de week als zij op, ja, internaat was.
Dat valt voor een heel stuk weer weg. Ja. En in het weekend zit je ook, ja, is een zelfs ook thuis altijd. Dus het wordt moeilijker en met ouder worden wordt het steeds moeilijker. Ja, ja, ja. En dat kan ik mij voorstellen, ja, inderdaad. Dat is schrik eigenlijk voor alle mensen. Wat als wij er niet meer zijn? Ja, want dat is mijn vraag ook. Van, maken jullie je daar zorgen over? En wat moet er gebeuren als jullie er niet meer zullen zijn? Want deze kinderen worden niet ouder. Nee. Ze worden niet ze genezen niet, ze blijven altijd kind. Ja. En eigenlijk, voor Anita, ze heeft nu nog niet het geluk dat er een voltijdse opvang is. Waarschijnlijk zullen meer en meer mensen in die situatie terechtkomen van we geven nu een beetje genoeg om te overleven, maar eigenlijk niet wat ze recht op hebben. Ja. Maar dan nog, of dat je nu opvang hebt of niet, wij moeten op een bepaald moment ons kind achterlaten in deze maatschappij. Ja. En veel ouders hebben daar een probleem mee, dat ze zeggen van hoe kunnen wij overtuigd zijn? En ik moet u echt zeggen, de signalen die wij nu krijgen vanuit de maatschappij, met alle wachtlijsten, die zijn niet echt bemoedigend om vertrouwen te hebben in de toekomst voor gehandicaptenzorg in Vlaanderen. Dus er moet heel dringend een afdoende oplossing komen. En vooral zekerheid geboden worden. Dat als mensen hulp nodig hebben, dat die hulp er is. Wij pleiten daarom voor het recht op zorg. Het is moeilijk, het is misschien een verstaand begrip, maar wanneer dan mensen echt zeggen van het gaat niet meer, dan zou daar de hulp moeten zijn. Ja. En ik denk dat ieder van ons bereid is om te zorgen voor zijn kind zo lang als wij dat kunnen, hè, in het weekend ook. Maar met heel veel bijstand. Ik zou niet graag hebben dat mijn kinderen later, bij wijze van spreken, die zorg verplichtend moeten overnemen. Ik vind dat wij als ouders hebben nog de plicht om voor onze kinderen te zorgen, maar broers en zussen vind ik toch echt niet. Ja, dat is niet kan. Nee, ik hoop dat er heel snel iets aan gedaan wordt, dat die wachtlijsten minder lang worden. En ik wens jullie toch, ondanks de moeilijke situaties, heel veel plezier en vreugde, want het zijn wel leuke kinderen. Ja, dat is zo. Voilà, dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. Dankjewel.